Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ga ik misschien wel de meest aangevraagde video van deze kerst maken. Namelijk de kerstster. Zoals je kan zien gaan we aan de slag met deze prachtige ster. Een ster van Oasis en je kan hem opmaken in elk gewenste kleur dat je eigenlijk zou willen. Ik ga hem dus vandaag opmaken in wat meer roze paarstinten zoals je kan zien. Heel erg tof, maar zeg je van ik hou van de andere kleur, dan kan het natuurlijk ook. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Goed, ik heb er zin in, ik hoop jij ook en dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals ik al zei, kan je vandaag het pakket maken in de kleur die je zelf zou willen. Ik ga hem vandaag wat meer in de roze paarstinten opmaken. Ik heb laatst ook een witte variant gemaakt. Die zou ik ook eventjes hier laten zien. Dan kun je zien hoe dat er een beetje uitziet. Maar je kan het natuurlijk in elk gewenste kleur zoals jij het leuk vindt maken. Ik ga vandaag veel mooie bloemen gebruiken. Niet traditioneel standaard kerststuk, maar wel een heel tof kerststuk. Dus ik zou zeggen, ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst beginnen we met de zijkant. Dus hiervoor gebruiken we een mooie wol. Geeft een mooie winterse sfeer. En het lijkt gewoon heel mooi. Je kan eventueel de zijkant even inwikkelen met vershoutfolie. Mocht je dat makkelijk vinden. Maar ik heb hem de vorige keer ook zo gemaakt. En hij gaf eigenlijk nauwelijks af op het wol, dus ik doe het zo. Wat we gaan doen is we prikken elke keer met een krammetje de wol vast. En dan wikkelen we hem eromheen. En dan zetten we hem weer vast met een krammetje, dus elke keer in de hoekjes. En dan gaan we weer door naar de volgende. En zo doe je helemaal tot bovenaan. Totdat het helemaal tot bovenaan is weggewerkt. Dus dat je geen zijkant meer ziet. En als je dan weer bij de volgende bent, dan ga je er net bovenlangs en ga je verder. En zo mag je het met de hele ster doen. Zoals je kan zien is de zijkant mooi weggewerkt. Soms moet je hem nog even een beetje aandrukken, want het kan zijn dat hij in het spelen iets is verschoven. Dus dat ga ik even nakijken of alles mooi strak zit. En dan kan je natuurlijk gewoon iets naar beneden drukken of omhoog als je dat zou willen. Er zit hij volgens mij mooi strak eromheen. En dan gaan we beginnen met de bovenkant. Ik begin met het midden met wat dikkere rozen of iets grotere rozen en daaromheen werk ik eigenlijk naar buiten. En ik gebruik heel veel verschillende soorten materiaaltjes. Ik steek alles te compact in weg en dan werken we ook echt naar de punten toe. Daarom is die van de bovenkant iets voller en wat hoger en dan werken we hem ook iets lager weg. Dat geeft een heel mooi effect. Dan heb ik wat trosroosjes en die zet ik er iets lager in. En dit doe ik ook met lysianthus. En je kan al zien hoe ik het dan opbouw, dus ik werk daar naar beneden.
Dan wil ik ook een klein beetje wit toevoegen om de buitenzijde mooi terug te laten komen. Dat doe ik door het gebruik van wit geverfde asparagus. En die steekt er heel mooi compact in. Kerstballetjes mogen natuurlijk niet ontbreken. Hier zit toevallig al een steeltje aan. Maar als je geen steeltje hebt, kan je bijvoorbeeld ook een krammetje gebruiken. Om hem mee vast te zetten. Kijk hoe prachtig. Super mooi. Mooie distels. Dan voeg ik nog een klein beetje wit toe. Het is wel erg mooi bij tussen. Maakt echt een mooi geheel. Ik snij natuurlijk alle bloemen goed schuin aan. Dat is altijd erg belangrijk. En een beetje gipskruid. En die verwerk ik heel kort erin. Ik kan het ook even op draad zetten. Maar... En de rest vul ik op met de materialen die ik nog heb. Ik verwerk alles wel heel fijntjes, omdat je echt in die puntjes werkt. Dat is erg belangrijk. Dan vind ik het mooi om aan het einde ook nog een kerstballetje te doen. Zo versterk je de ster ook nog. En mocht je dan nog aan de zijkantjes, wat oase zichtbaar hebben, dan werken we dat weg met een beetje grijs mos. En dat zet ik gewoon vast met een krammetje. En dan is dit hem geworden. Ja, echt. Ik ben er verliefd op. Ja, en je kan er natuurlijk alle kanten mee op. Of je hem nou op tafel wil zetten, op een dressoir. Je kan hem eventueel rechtop op een pin zetten. Misschien wil je wel iemand herdenken. Daar is dit stuk natuurlijk ook heel erg geschikt voor. Ja, je kan er natuurlijk alle kanten mee op. Ik vind hem prachtig. Ook qua kleuren vind ik hem zo echt heel erg mooi. Maar mocht roze nou niet jouw kleur zijn, kan je hem natuurlijk aanpassen aan je gewenste kleur. Ja. Geweldig. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Vind je het onderkopje cursuspakketten. Ik hoop dat jullie er weer een leuke video van vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat weten of dit ook jouw kleur is. Alsof jij iets anders zou kiezen qua kleur. Ik ben heel benieuwd wat je van deze video vond. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer.